I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key at Onyx, find a rider. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. Theo Jorgensen not able to follow suit. The damage is being done for Italy. Are they dropping here? Nope, this will be... Il n'y a pas de panique, on sait qu'il reste encore 8 km. Et là, on lève le pas ici dans le groupe, mais là, il ne faudra pas laisser partir Alaphilippe trop loin. Alaphilippe is just going to keep on going. Impressionant bezig, Julian Alaphilippe, op weg naar de laatste ronde van dit WK. Gaat hij zichzelf opvolgen? Is hij in staat om voor het tweede jaar op rij de regenboogtrui te veroveren? Hij gaat de bel horen laten, daar komt de leider, daar komen de achtervolgers. Met Jasper Staven op kop, laatste ronde, final lap of this race. Jelle Tour, lekker zuinig. Aanmoedigingen krijgen ze. Het zal onnodig zijn. Die lokale steun. 10 seconden. Ik krijg het 10 seconden. Alaphilippe zijn 10 seconden. Zo Nelson Palace. 10 seconden voor Alaphilippe aan Nelson Palace. Julian Alaphilippe. Quel numéro il est en train de faire ici sur les routes de Levant. 10 seconden seulement. 10 seconden only. Voor Alaphilippe van Stuyven, Van Baal, Undal en Paulus. Paulus die ook wel zijn best krachten doen. De andere twee zijn gelicht denk ik door hun beste krachten heen. Van Baarle en Mikael Valkrein, Hundal, de team. Die hadden zich iets wat meer afzijdig. 12 seconden is het nog steeds. Hij zit op het Martelarenplein. Julio Alaphilippe. Imola last year almost. This is really turning into a dream race for the Frenchman. Is hij zodanig sterk? Is hij de man die je echt wel boven de rest uitsteekt? Julian Alaphilippe. 12 seconden op nog steeds op het scherm getoond qua voorsprong voor de Fransman. Still believing in his chances. Oh, Alaphilippe, I think that last time Nico took a lot out of his legs. He is looking and probably feeling the pain right now, but he says 10.2 to go. 10.2 to go. Stuyven! Yeah, they have visibility on him. Stuyven, the local boy from Leuven now. Ja, ze zagen hem rijden ook. Ze houden hem in het vizier op dit gedeelte van het parcours. Maar er wordt getwijfeld. De rivaliteit begint te spelen uiteraard, ook bij die achtervolgers. He
is motoring away. Even the second group, Nico, are they borderline? Throwing in the towel now. 25 seconds, 7.3 kilometers to go. 20 seconden, halve minuut al het was. Nog niet zo gek lang geleden, 8 seconden. Remember op de beklimming van daarnet. Het zijn er ondertussen 28 seconden voorsprong voor een man die op 7 kilometer van het einde zit. Julio Alaphilippe. There we are, he was getting his time gap. The Aldoazi nowhere around. He looked at one of the motorcycles, asked for some time. The motorcycle dropped back, went to get it for him, and he knows now, Nico, this is looking like a 30-second lead for Julian Alaphilippe. We hebben nog twee beklimmingen op het parcours. Nog één keer de Wijnpers, nog één keer straks de Sint-Antoniusberg. Voor de laatste keer op de Wijnpers en hij gaat er eigenlijk gezegd nog vlot naar boven hoor. Julian Alaphilippe weet dat de tweede wereldtitel voor hem nu echt om de hoek ligt te wachten. Nog een kleine 6 kilometer. Julio Alaphilippe bijna boven. Het is de zwaarste helling op dit lokale WKCP van Leuven. Er is uiteraard ook een strijd om zilver en brons. We maken er almost a minute behind here. And this is chase number 3 with Hogan. Looking to be another rider behind Alaphilippe. 5 kilometers to go, 29 seconds, 29 seconds, 5 kilometers to go. From time to time, trying to just recompose. He is counting down the meters on this race. Don't forget, it was a total of 268.3, over 2,000 meters of climbing. And now it's Van Baal. Van Baal is attacked in the chase group. En dat vervolgens nu een versnelling, een verdappering van Dylan van Baarle voor Nederland. Ook hij gaat op zoek naar een WK-medaille. 4 kilometers to go for the chase group, 3.7 for Julian Alaphilippe. De aanval van Van Baarle gecounterd. Daar zijn ze opnieuw met de vier samen. Stuiven, Van Baarle, Hundaal en Paulus zijn de mannen die wellicht nog altijd de mannen zijn die voor zilver en brons vechten. We hebben nog altijd Pitcock iets verderop, maar die gaat wellicht niet meer meedoen voor eremetaal. Going to be a drag race right now between Hundal and Steven. Can the Paulus and Van Baal come back? And Julian Alaphilippe is still going all out, taking chances in every corner he hits. He attacked on this climb, one lap ago. St. Antoniusberg, the last of 42 climbs for your race leader, Julian Alaphilippe. Gehad. Alle hellingen heeft hij opgesoupeerd ondertussen op het parcours. Het is de zegentocht nu richting finish die begonnen is. Iets meer dan 1 kilometer nog voor Julian Alaphilippe. Nog steeds de vier samen. De mannen voor zilver. Stuiven, Van Baarle, Hundaal en Paulus. On ne sait pas quelle mouche a piqué Alaphilippe, mais il est de retour. Là, on l'avait vu la saison dernière. A fait valoir les couleurs d'arc-en-ciel dans une allée fort compliquée vu le Covid. Et il fera valoir ses couleurs encore de l'arc-en-ciel l'an prochain. He had a weird year in the rainbow jersey with COVID. He is 1 kilometer away from garnering one more rainbow jersey that he will show definitely in the upcoming races. Champion du monde de la France, Julian Alaphilippe.
Wat een wedstrijd. We hebben ook Pidcock zien finishen. Dylan van Baarle is de zilveren medaillewinnaar van Nederland. Het brons gaat naar Michael Valgren Hundal voor Denemarken. En Jasper Staven eindigt vierde in zijn thuis-WK hier in Leuven.